Hallo, hallo. Vandaag mogen jullie het licht volgen. Volg het licht. Ja, vandaag wil ik het ook even over hebben. Ja, hoe het is om toch wat te gaan doen als al, ondanks het regent. Vandaag al. Regent het nog wel de hele dag eigenlijk. Maar ik kon alsnog met mijn hond gaan wandelen. Ging naar het bos. En ja, het is niet al te nat of zo. Want we moeten toch wel lekker wandelen. Oké, volg het licht. Ja, het schijnt niet al te erg. Nee. Volg het licht maar. Want een beetje bedekt. Schijnt het wel heel erg. Juist. Volg het licht. Deze. Wacht, nergens links. Weet niet of jullie ook wat hebben gedaan. Dat jullie echt druk hebben gehad. En sommige mensen hebben een weekend. Of sommige mensen moeten werken. Versie van volg het licht. Yes. Dus het licht erom. Ik gebruik gewoon een vies lampje. Dat kan een soort van krachtbron, weet je, mijn energiebron. Volg het licht. Vriendje Bobby houdt van wandelen. Hij is ook dol om te knuffelen. Hij vindt het echt leuk om te knuffelen. Hij kan wel echt de hele dag met je knuffelen als je echt tijdig tijd voor hebt. Ik heb er ook tijd voor. Maar ik heb er ook tijd voor even mijn vriendje. Vriendje Bobby. Ja, mijn maatje. Volg het licht. Wow. Tegenwoordig vind ik ook dat ASMR echt ook een moeder en de versie wordt goed. Volg het licht. Dan zie je ook wel verschillende patronen zoals je ziet. Probeer toch experimenteren met wat ook wel de visuele triggers ook wel eens noemen. ASMR is toch alleen meer of luisteren. Dus dat ook wel natuurlijk ook zacht gepraat. Dus ja, dat zie ik ook zo eens met mijn mond. En dan weer langzaam. Licht, volg het licht, ja. Wat vindt Bobby verder leuk om te doen? Dan laat ik een keertje weer over mijn hond praten. Hij is dol op eten, hij is dol op knuffelen. Vindt leuk om mee te gaan als we naar buiten gaan. Gewoon in een autogidje. Vindt leuk om naar buiten te kijken. Hij vindt leuk om naar mensen te kijken. Vindt leuk met vreemde mensen te knuffelen. Wat vind je nog leuk mee om te doen, Bobby, Bobby, mijn kleine jongen? Nou, vindt het leuk om te geluieren, dus hij ligt ook veel. Maar, hij vindt het ook wel, hij is dol op, voornamelijk dol op menselijk gezelschap. Hij is minder dol op hondjes. Ja, sommige honden vind je wel leuk, maar hij is wel kieskeurig met wie hij graag gaat omgaan. Dus ja, dan moet hij soms wel een beetje kijken. En wanneer hij vindt dat hij bedreigd voelt, dan gaat hij alvast bloffen, brommen, wat dan ook. Maar over het algemeen is hij niet zo moeilijk. Alleen, ja, dan moet wel rekening houden dat hij soms wel kan brommen als hij je niet leuk vindt. Maar hij vindt mensen leuk. Maar vooral grote honden vindt hij een beetje eng. Als ik naar buiten ga, dan, als ik mijn jas al aantrek, denk ik van, oh hé, die gozer gaat naar buiten, ik wil per se mee. Ja, dan wil hij echt gewoon, dan kijkt hij aan van, ja, ben ik mee, ja, mag ik mee? Ja, soms kan hij gewoon niet mee.
als ik boodschap moet gaan, kan ik helaas niet mee. Maar een keertje gewoon even naar buiten om te lopen. Ja, dan denk ik, oh ja, dan moet hij gewoon naar buiten. Dan wil hij gewoon lekker wandelen, wil hij ontspannen, wil hij even naar buiten. Wil mensen ontmoeten, gewoon even weer zijn tijd zo gedeeld, wat dan ook, bla bla bla. Ja, ik kan de hele dag thuis zitten. Ja, zo is die ook wel. Gewoon naar buiten. Yep, volg het licht, mensen. Als je mooie visuele trekkers, wat je ook kan doen, schijn een beetje zo. Yes, prachtig. Ik hou van licht. Dus dan kun je echt met licht gewoon van allerlei patronen maken. Dan kun je ook niet te fel, ja. Ontspan je. Ja. Ontspan je. Ik ben heel blij met Bobby. Ja. Vandaag vind ik wel leuk om over mijn hond te praten. Ik ben een beetje blij van, ja, zo ontspannen, weet je. Honden zijn goed voor je welzijn. Ja, ja. Een keertje ga ik niet bespelen wat levensles zo. Bespelen wat wetenschappelijke theorieën. Ja, we zijn weer niet op de hoogte. We gaan lekker ontspannen. We houden van dieren. Ja, ik hou van dieren. Dus ja. Laatste trigger gaat heel snel. Bonus trigger. Volg het licht. Ontspannen met al de geschijn en zo. Ik zie jullie.